Jantien en Sofie, we staan hier op het Beursplein. Jullie hebben net getraind. Hoe ging de training? Ja, we hebben wel lekker getraind. Dus even wennen hier in deze locatie. Natuurlijk midden in de stad zijn we eigenlijk niet echt gewend. We hebben afgelopen week wel in Den Haag een paar keer in de stad getraind, maar nu voor de eerste keer in Amsterdam. En het is goed bevallen. Ja, Jantien, je hebt hier vroeger gestudeerd. Nu sta je hier om te beachvolleyballen. Ja, hoe is dat voor jou? Ja, het is heel bijzonder om weer terug te zijn in Amsterdam. Ik heb hier 10 jaar gewoond, inderdaad gestudeerd. En het moment dat we hier de stad weer binnenreden, ging het wel kriebelen. En helemaal nu weer staan op de Dam en met al die toeristen eromheen. De energie gaat wel omhoog. De koning was zojuist in het paleis, jullie waren in het stadion. Ja, hoe was het voor jullie om voor het eerst op de Dam te staan? Ja, het was echt onwijs gaaf om net in het stadion even te hebben gestaan, om alvast een kijkje te nemen. Morgen mogen we dan gaan trainen, dus ik ben benieuwd. Ja, dan gaat het toernooi bijna beginnen. Wat zijn jullie verwachtingen? De verwachtingen voor het toernooi. Voor ons is het heel belangrijk om de pool door te komen. En dat wordt hard wikkelen, want we zitten bij Talita en Larissa. Het zijn de nummer 1 Brazilianen, grote kanshebbers op de titel. En ja, reëel gezien zijn wij niet echt titelkandidaten, maar je weet het nooit in eigen huis. En dan hebben we nog Zwitserland en Thailand. En tegen die twee ploegen hebben we allebei kansen. Dus met steun van het publiek moet een heel eind kunnen komen. Nou, zometeen na jullie training wordt die gespeeld door schoolkinderen. Die spelen finales, hebben kennis gemaakt met beachvolleybal. Ja, hoe vinden jullie dat bij zo'n toernooi ook heel veel mensen beachvolleybal leren kennen? Ja, het is leuk dat beachvolleybal is nog steeds niet heel erg bekend in Nederland. Het wordt steeds groter. Maar het is leuk dat de scholen, zeker in Amsterdam en andere steden, meer gaan beachvolleyballen. En leuk dat ze dadelijk hier de finale gaan spelen. Dus ja, helemaal top. Dankjewel.